Deze nieuwsuitzending die gaat over Johan Oldekamp en de Bijbel. De laatste tijd ben ik weer veel bezig met Bijbellezen. Dat doe ik samen met Jurk Gliesman en dat is ontzettend leuk om te doen. Om te horen hoe onze voorvaderen het woord van God aan ons hebben doorgegeven. Ik kan wel lopen zeuren over Maarten Luther. Maar het heeft wel geholpen, toch? Of niet? Nou, Johan Oldekamp. Ik heb eerdere video's gemaakt over hem. Het gelijk van Johan Oldekamp. Misschien noem ik deze ook wel zo. Op een bepaalde manier heeft hij heus wel gelijk. Dat wist ik helemaal niet. Maar dit stuit ik even op. En ik wil even. Dit is een toespraak die hij gehouden heeft voor Gaia TV. En Gaia TV, dat is van die fans. Die ook bij Jeff Renzi kwam. Hoe heet die nou? Extremely well funded. Dus enorm goed gefinancierd. En de toespraak wordt gehouden in het kader van de Open Mind Conferentie, dus de Open Geest Conferentie in 2015. Dat is nog redelijk actueel. Laten we even een stukje luisteren, want hij gaat het hebben over het boek Genesis. En ik wil met hem heus wel een keer een discussie aan over dat boek. Everything that I'm talking about now you can also find in my e-book. It's a really big one. It's 520 pages. If you're interested in it and you can read English really good, then I advise you to buy it, because there's so much more to tell. I can easily talk for a whole week, and I've done it in France and in Romania, without repeating myself. So much information is there, and it's getting more and more. The final sentence of the first real story ends with this words. This is the historical account of the heavens and the earth when they were created. Okay. Dit gaat over, ik laat het hem even zeggen, Genesis 2 vers 4. It's not in chapter 1, it's actually in chapter 2, verse 4. Ja, hoorde je dat? Genesis 2 vers 4. Nou, die pakken we er even bij, Jort. We maken het uit. We toch computer. Nee. Dit is de King James. Zal ik ze daar nog eventjes vertellen voor de nieuwelingen wat de King James precies is. En hier staat het dan. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Dit is dan wel na de zevende dag. Want die staat hier. God zegende de zevende dag. Wat God deed, hij creëerde meerdere hemelen. Oh, sorry. Oh jee. Maar dat was op de zevende dag. Laten we nog even naar Johan Oldekamp gaan luisteren. Even kijken, moet ik zo wisselen? Ik ben een foodie skinny. En een klikkerdie-klikkie. Hoppakee. But it should have been at the end of the first story. So this is the conclusion. This is the end sentence. So that means that the story is about the creation of the heavens and the earth. And the plural S is really important. Sometimes the plural S is forgotten. For instance, in Dutch, they made a single heaven. But that's not true. There are more than one heaven. And the first sentence is, in the beginning God created the heavens and the earth. Kijk, en die klopt niet. Want dan pakken we eventjes weer de King James erbij. Zoiets doen is. Want die heb ik ook voor jullie opgezocht. Dit is Genesis 2 vers 4. Dat is na de zevende dag. Maar dan pakken we het echte begin. En daar staat toch echt enkelvoud.
je hebt, dit is het begin. En dit is Genesis 1 vers 1. In the beginning God created the heaven and the earth. Ik kan nou, laat ik het even doen. Ik pak even mijn Nederlandse vertaling. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En hij loopt nou te vertellen dat dat een probleem is van de Bijbels, van het Nederlands Bijbelgenootschap. En meneer mag beseffen dat dit de Koning James Bijbel is, Koning Jacobus de Eerste, zijn Bijbel, uit 1611. Die is samengesteld door 7 teams van 7 personen. Dus bij elkaar 39 mensen. Dat is een boek, dat was destijds, dat kostte een jaarsalaris van een aristocraat. En daar staat echt enkelvoud, meneer Oldenkamp. Dus niet alleen in de Nederlandse vertaling, maar ook in de... wat wij christenen beschouwen als de beste vertaling. Waarbij wij openstaan voor andere inzichten en andere... iedereen mag bij ons komen. Mijn vriend Jurk Kliesman, die kent een ongelovige. En die mag bij hem thuis gewoon blowen. Zo zijn wij christenen. Wij zijn erg open van geest. En wat ik dus vervelend vind aan Johan Oldenkamp... waarom ik dus, ja, ik doe het niet voor niks, weet je, ik doe het. Maar wat ik dan vervelend vind, is dat hij het gaat hebben over dat hij weet hoeveel hemelen er zijn en zo. Luister nog even naar hem en dan stop ik hem af, ja? Want in het begin was er maar één hemel en een aarde, ja? In het begin had God van alles mee te maken. Dus niet dit meervoud. Dat staat niet in de King James. This is not just the first sentence. This is actually a summary. This is the abstract of the whole story. Like we are still doing it with scientific papers. We have an abstract, and if you like the abstract, then you can read the whole paper. So this is the abstract. This is actually the summary of the whole story. The creation by God of the heavens, plural, and the earth. Dat staat in Genesis 2 vers 4. Hij zit de Bijbel achter ze tevoren te zetten. Waarom zou je de versen van de Bijbel gaan verwisselen? Ik snap dit echt niet hoor, wat Johan Oldenkamp nu tegenaan loopt te zeiken, zou ik moeten zeggen. Ik ben hem gewoon kwijt. Ik luister nog even naar hem. En als ik uitgemopperd ben, dan maak ik een leuke afsluiting. Afgesproken? And actually the earth is one of the heavens, one of the 7 heavens. Oh. Deze aarde is een van de hemelen. Oh, hij denkt natuurlijk aan Auschwitz. In de tijd van Auschwitz was Cyclone B nog gratis, hè? Was de hemel op aarde. Waar heeft hij het over? It starts with day zero, and that's the day before the creation, because nothing is created in day zero. Nothing has started yet. The creation has not started. Waar staat dat dan? Dag nul. Voor de creatie. Was God in hemel nummer 7? Wat is het voor een esoterische Helena Petrovna Blavatsky bullcrap? Ik vind het best hoor, dat je de Bijbel erbij betrekt. En dat je lekker bespiegelingen gaat houden met de Bijbel. Dat doe ik ook. Maar neem dan de koning Jacobus versie van 1611. En pak ook je vertaling erbij van het Nederlands Bijbelgenootschap. Voor mij wat de Geneva Bijbel. En een beetje gaan lopen fantaseren van, oh ik snap het wel. Er zijn allemaal spelfouten en taalfouten in de Bijbel. En daarom is iedereen ongelukkig. En ik ben Johan Oldenkamp en ik ga jullie allemaal gelukkig maken. Want God die zit in hemel nummer 7. Maar wat heb ik eraan? Wat zegt men dat nou?
We allemaal veilig zijn. Met mensen die het werk van 49 andere mensen gewoon lopen afzeiken. Want hij zegt in feite Johan Oldenkamp dus, hè? Dat die koning Jacobus, die heeft het hele project gefinancierd. Van oké, jongens, ik stampte wat goudmunten in en wat dinars en durams of diram. Hoe heet dat allemaal? Flikker er wat tegenaan. En jullie gaan vertalen. Al die oude meuk die zogenaamd goed vertaald was door die katholieke kuddekerk. En jullie gaan het overnieuw doen. En dan allemaal eerlijk. En 49 mensen hebben het vertaald. En Johan Oldenkamp die gaat even vertellen. Nou, in regel 1 staat al gelijk een typfout. Hoe haalt u het in zijn hoofd? Dat is een regelrechte belediging naar die 49 vertalers en hun families. En waarom in Genesis 2 vers 4 gesproken wordt over de heavens. Ja, ik ben geen schriftgeleerde. Ik kan er me wel wat bij voorstellen. Maar dat is dan mijn persoonlijke invulling. En om dan te gaan lopen zeggen, ja, die hele King Jacobus, King James Bijbel, daar klopt helemaal niks van. Ik vind het gedurfd, Johan Oldenkamp. Creation starts at day 1. And then heaven number 6 is created, because it starts from heaven 7. The highest. Waar staat dat dan? Hemel nummer 6 is gecreëerd. Ik vind best. First one, that's not the created, not created because it was already there. And from the top, it creates heaven below. So on day 1, heaven 6. On day 2, heaven 5. Day 3, heaven 4. Day heaven 3, and so on. All the way until day 6. Day 6 is the final day of creation. And then the lowest heaven is created. And you can also refer to the lowest heaven as the hell. And most people who are unaware of this are in the lowest heaven. They are in hell. Zucht. Waar staat dit in de Bijbel? Hij loopt een beetje met getalletjes te goochelen. 7 min 1 is 6. En dan nemen we als eerste nemen we dag 0. In totaal heb je 8 dagen dus of zo. Op de 8e dag ging de heren een tukje doen. Want alles was mooi. Ik weet echt niet waar het over gaat. Kijk, of je zegt gewoon. Ik vind de Bijbel gewoon een K-boek. Ik geloof er helemaal geen drol van. Er staan hooguit wat frasen in. En die ga ik achterstevoren zetten. En dan hou ik een toespraak. In Denemarken. Op kosten van Gaia TV. Die well-funded was. En hoe heet die fan dan ook weer? Het is een kruis. Hoe heet dat ding nou, man? Had hij ook zijn hele bespiegeling over met ancient aliens en al die meuk. En volgens mij loopt Johan Oldenkamp lekker mistig mee te lopen doen. En duidelijk te lopen maken dat je de Bijbel niet... die moet je bij een korreltje zout nemen hoor. Want er is allemaal typfout in. Nog één stukje. The church tried to scare them to say if you don't do what we think is good, then you will go to hell, but you're already in hell. Just put on your television and you know you're in hell. And these 6 layers, or actually 7 with the top 7, these are the 7 tones of the scale. Kijk, daar heeft hij wel een punt. En daar moet ik hem echt in gelijk geven. Als je gaat nadenken over muziek. En ritmes. Dan zie je dus die getallen naar voren komen. En dat klopt ook allemaal. Dat is echt bizar. En natuurlijk heeft dat een betekenis. Friedrich Nietzsche heeft gezegd. Dat als hij God geweest was. En hij dan op de stoel had gezeten. Om een universum te maken. Dat hij toch echt muziek had toegevoegd. Want zonder muziek red je het niet. Maar om nou te zeggen dat wij in de hel zitten. Ja, hallo. Ja, ik ben warmbloedig. Dus ik brand de hele dag. Dus ik zit in de hel. En ik heb zo'n heel leuk huwelijk achter de rug. En ze heeft me echt zoveel mogelijk centen afgejat. En ook nog wel wat andere dingen. Want ik ben ook mijn...
dat was een heel handig werktafeltje. En dan kon je zo inklappen en dan kon je een haken hangen. En als je hem nodig had, en dan klap je hem uit, klak, 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 klak. Zoiets van Black & Decker Worktable of zo. Die heeft ze ook ingejat. Ja. Is dat de hel op aarde? Moe. Ben jij gek? Zonder dat het hele werktafeltje, ik red het ook wel hoor. De hel op aarde is natuurlijk wel dat mensen heel verwarrend tegen elkaar gaan lopen praten en niet zeggen waar het over gaat. Dat is jammer. Het heeft geen zin om heel ingewikkeld te gaan lopen doen over dingen die heel eenvoudig zijn. In het begin schiep God hemel en aarde. De hemel en de aarde. Wel in die volgorde. Dus eerst in het begin, toen ging de eierwekker ging aan. Tik, tok, tik, tok. Maar toen kwam God. Maar die had natuurlijk de eierwekker aangezet. Net als jij 's morgens vroeg, wil je wakker worden door een wekker? Ik verzin de tijd. Dan doe je gewoon je wekker zetten voordat je gaat slapen. Dus God was er al voor de tijd. God is de Alfa en de Omega. En het onderwerp wat Johan Oldekamp echt vermijdt, is dat er zoiets is als een antichrist. En een antichrist, de antichrist moet je zeggen, dat is precies zoals Christus Jezus was, maar dan binnenste buiten gekeerd. Dus iemand die eet niet met zijn mond, maar met zijn kont. Het gaat precies andersom. Er komt alleen maar stront uit de mond. Dat is de antichrist. En daar heeft meneer Oldekamp het helemaal niet over. Hij zit ons lastig te vallen met rekensommetjes. 7 min 1 is 6, 7 min 2 is 5, 7 min 3 is 4. Ja, hallo. Zit ik op de tweede klas lagere school of zo? En zit hij mij nou te overtuigen of zichzelf? Laat hem nog even luisteren. Ik was nog wel wat kritisch te zeggen. En ik heb nog steeds geen reactie gehad van die man trouwens. Overigens. Dus ben jij een discipel van Johan Oldekamp? Bij de eerstvolgende keer dat je die man real life ziet. Of dat je zijn e-mailadres te pakken hebt. Ja, vraag hem om te reageren over mijn eerste video's. Met de mooie titel over het gelijk van Johan Oldekamp. Hoe die de zaak Marianne Waastra, naar mijn mening, en die mag ik ook hebben, maar die heeft hij geen goed gedaan. Met allerlei theorieën over, daar zaten de satanisten in huisgebouw nummer 17-3. En daar is het allemaal gebeurd, mensen. En dat hoef ik jullie niet te vertellen, want het heeft nooit in de krant gestaan. Maar ik heb een telepathisch gebeuren met dag 0 voor de creatie. Ik ben bij de God in de hemel nummer 7. We luisteren nog even naar hem. And it's everything is actually the same. Holy science shows that you can take any subject, you can connect it with other subjects, and it's all the same. Dat is absoluut niet waar. Het is niet allemaal hetzelfde. Onze samenleving wordt kapot gemaakt door mensen met voornamen, achternamen en huisadressen. En die zijn verenigd in de katholieke kuddekerk, oftewel de KKK. En ik beticht die Gaia TV meuk, en dan noem ik het echt punt. Sorry voor mijn emotie, maar af en toe heb ik zo'n last van mijn vrouwelijkheid. En dat komt, ik ben een keertje langs geweest bij de vrijmetselaars. Toen heb ik dus niet een schotje voor mijn schoot gedaan. Maar in die tijd, je bent toch een beetje vrouwelijk ook. Hè? En hoe heet die vent ook weer? Hoe heet die man? Dit is allemaal ga je. Weet about us, hoe heet die vent nou? Kijk hoor, zie ik het goed, film het ook. Ik had het natuurlijk voor moeten bereiden, maar dat maakt het uit. Waar heet die man nou? Kom er wel achter hoor.
Lekker yoga. Nou, ik ben yoga helemaal niks trouwens. Internetporno vind ik ook. Hoe heet die? Zijn naam kwam net voorbij schieten. Maar goed, dan gaan we dat nu even zo doen. TV, yes. En dan Renzi. Kom. Dit moet ook wel een leuke zoekopdracht zijn. Waar heet die man nou? Ik vind hem hoor. Ik bedoel, niet ophangen. Ik ga je gewoon... Ja, daar is hij. Hoppakee. J. Weidener. Weidener. Zo heet die fan. Ik vind hem echt... Jay White, ja. Beating around the bush. Een hele hoop, dat heette rook en spiegels op zijn Engels. Heb je de Cross of Hanya of zo? Heeft hij ook zo'n hele beschouwing over dat er ergens een beeld is en dat is een kruis. Met allemaal diamanten erin of zo. Nou, en dat is belangrijk, jongen. Ancient Aliens. Yep. Nou, zo heette die vent dus. Even terug naar Johan Oldekamp. Van Gaia TV. We kunnen er nog wel even tegen, toch? Ik hou de tijd toch niet in de gaten. En jullie worden toch wel moe. That's the beauty of it. That's why I write so many books. Because I constantly discover new connections. Many people do not know that these are not just random words. They're not syllables. They have meaning because they're abbreviations of Latin words. But hardly anyone speaks Latin anymore, so nobody knows. Kijk, Latin, dat is een verzonnen taal. Niet zoals Nederlands. Nederlands komt gewoon je muil uit. Wij hebben allemaal dialecten. Gronings, Drents, Frisk, Achterhoeks. En zelfs hebben Met als je een beetje je Nederlands beheerst en je kan een beetje de dialecten hier, dan kan jij op vakantie gaan in Oost-Duitsland, aan de bovenkant dan. Hè? Niet in de buurt van die katholieken, maar hè? Dan kunnen ze je ook nog steeds verstaan. Latijn is helemaal niks. En hij zit hier een beetje Latijnverering te doen. Oh, kidoki. De Do is een abbreviation of Dominus. En Dominus means the one who's dominating. Oh, zeg. Ja. Dus Do is de afkorting van eikel. De eikel is degene die alles domineert. Ga maar door. So who's dominating the whole of reality? That's of course the... De katholieke kerk. Ja, dat gaat hij nou zeggen. Creator. Oh. Oh. Ik ben stom verbaasd. Ja, volgens mij is het er echt dat degene die deze wereld regeert, als die... Oh, ik moet even uitademen. Als hij er iets van weet, dan weet hij toch van Satan. Wie domineert deze wereld? Satan. Ooit gehoord van de Vietnamoorlog? Vindt meneer Oldekamp dat leuk omdat hij er zelf niet bij geweest is en er alleen maar niks over hoeft te zeggen en dan voor hem heeft het nooit bestaan? The Almighty Creator. And that's our Lord. I don't believe in our Lords, to be really clear. Sorry? Even terug. Dit is dus... Hij zei toch net, I don't believe in my Lord. Dominus means the one who's dominating. So who's dominating the whole of reality? That's of course the Creator. The Almighty Creator. And that's our Lord. I don't believe in our Lords, to be really clear. Hij zegt het. Hij gelooft dus niet dat dit veroorzaakt is. Hij is een Teletubby en Lalaland. Hij denkt, ja, er is gewoon van alles. Allemaal moleculetjes. Zoals deze eerste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
van E naar E. En de E heeft hij hier als do. Sorry hoor. Maar dit is toch echt een E? Want dit is de G. En daar zit de B. Toch, dit is toch de D? Dit is weer een E. Nee, de E zit hier tussen. Dit zou de F zijn. Ja, precies, ja. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hij gelooft niet in een geheelheid dat ons gecreëerd heeft. Dus hij gelooft niet dat ons bestaan hier veroorzaakt is door één gebeuren. Hij heeft waarschijnlijk toiletpapier met daarop geprint de Einleitung in de Metafysiek. Metafysiek? Inleiding in de Metafysica. Van Martin Heidegger. Dat heeft hij waarschijnlijk op zijn toiletpapier staan. En daar veegt hij zijn reet mee af. Oh, is goed, jongen. I know about the Lord. Yeah? I don't believe anything. So I don't believe in the Lord either. But I want to know. Wat? Hij weet van de Heer. Hij gelooft niet in hem. Maar hij wil er wel meer van weten. Wat is het nou voor een getuigenis? Gij zult geen valse getuigenis afleggen. Hè? Gewoon Latin even luisteren. Words. But hardly anyone speaks Latin anymore. So nobody knows. The Do is an abbreviation of Dominus. And Dominus means the one who's dominating. So who's dominating the whole of reality? That's of course the Creator. The Almighty Creator. And that's our Lord. I don't believe in our Lord, to be really clear. I know about the Lord. Yeah, I don't believe anything. So I don't believe in the Lord either. But I want to know. Sidera means... Hij is dus een theosoof. Hij zegt net... Ik geloof niet in de goedheid van de Vader van Christus Jezus, die onze Vader is. Ik wil van hem weten hoe die in elkaar zit. Hij weet, hij zegt te weten, nog even terug wat ik nou precies zei. Dat is echt heel bijzonder. Heel leuk voor christenen om hier even naar te luisteren. Ook als je niet christen bent, gewoon even luisteren. Dominus means the one who's dominating. So who's dominating the whole of reality? That's of course the Creator. The Almighty Creator. Oh, hier kan ik al gelijk wat op zeggen. Want degene die de realiteit domineert, dat zijn wij natuurlijk. Wij zijn de bouwvakkers en al die andere dingen die we doen. Af en toe dan... Ja, ik kan wel grapjes over vertellen. Er zijn al zoveel leuke dingen die ik heb meegemaakt, die ik mensen heb zien doen. Ik denk, nou, dat doen we dus ook allemaal. Je lacht je kapot, man. Maar de heerser van deze aarde, dat is Shetan. Maar goed. Dus een god, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. And that's our Lord. I don't believe in our Lord, to be really clear. I know about the Lord. Yeah? I don't Hij weet over de Heer. Dat zei hij net, hè? Oh ja, joh. Was hij erbij toen dit gebeurde? Pakken we al voor de vervelendheid nog even terug. Misschien luistert Johan Oldenkamp hier ook wel naar. Ik heb nog mijn King James dinges nog, of niet? Fok die volk. Waar zit mijn King James? Okay. Go en naar beneden. Was hij hierbij? Hij heeft kennis van God? Hoezo? Hij kent God beter dan dat ik God ken? Nou, ik zal je vertellen. Ik ben van mening dat ik een aantal keren
God ervaarde in de zin van dat hij er was. En daar, ik heb daar een essay over geschreven. Maar om nou te zeggen dat ik daarmee kennis heb van hem. De enige kennis die ik heb van God is 7 kleuren stront uit dat deel van de pijp, niet genaamd de mond. Maar goed, hij heeft dus kennelijk met dat inzicht wat ik toen had, waarvan ik dacht van, I want to get out of here. I never did something wrong. I had to bow. Heb medelijden met mij. Ik bedoelde niks fout. Maar hij heeft dus met die entiteit lekker contact. Ja, is mooi man. Waar was hij nou? Hier was hij. Met zijn kennis van God. En de term theosofie, ik zal hem er even bij pakken voor jullie. Dat is echt helemaal niks hoor. Ik heb hier de geheime leer. Hoppakee, theosofie. Kijk hoor. Deze jongens. Even kijken. Hier even. In het bijzonder bestuderen ze. Kijk, hoe het vandaan hoor. Het zijn filosofieën in het bijzonder over de natuur van God. Ik kan nu ook een vervelend verhaal gaan beginnen over aarsdildo's. Helemaal op waarheid gebaseerd. Maar dat kan niet. Lieve luisteraars, dat kan niet. En je kan door blijven ouwe hoeren over, ik weet wel hoe God in elkaar zit, maar dat weet je gewoon lekker niet. Het kan niet. Het is absoluut onmogelijk. Als jij wil weten hoe God het doet, hè, wat je dan moet doen, is je moet een tank kopen. Een aluminium tank van binnen verstevigd. Dan zuig je al het lucht uit. Dat er helemaal niets meer in zit. Dan krijg je een atmosferische druk op de binnenkant van 1 atmosfeer. Maar als je aan de binnenkant voldoende, ja, dat het gewoon die wand goed in stand blijft, hè, dan heb je gewoon helemaal niks. Dus alle zuurstof eruit, alle stikstof eruit, alle CO2 eruit. Moet je misschien belasting over betalen. Dat de overheid zegt van, joh, je hebt alle CO2 uit die tank gehaald. En wat moeten wij daarmee? We willen 20 eurocent per gram. Maar goed, heb je al die CO2 eruit gehaald. En die NOx en alles. Hè? Helemaal niks. Totally niks. Nou, jij gaat er daarna zitten. En dan zeg jij, aum. Zo van, in het begin was het woord en het woord was God. Dus, of je zegt simsalabim. Ja. Nou, dan, wij komen wel kijken. Of er leuke salamanders ontstaan zijn uit het niets. Maar jij begint kennis te hebben. Van die kracht. Toon het dan. Laat dan zien dat jij dat ook kan. Maar kijk, ik weet hoe God in elkaar zit, want die had namelijk niets. En die deed gewoon een hoppa. Laat dat dan zien. En lul niet in de ruimte. En daarom is ook die koning Jacobus, King James the First, liet zich overhalen om het dan maar wel op te schrijven. Want hij snapte ook wel dat de dat er iets niet goed zat. Met mensen die gek gaan denken. Ik wil even vertellen. Zo'n mooie afsluiting hiervoor. Heeft niks meer te maken met Johan Oldenkamp.
in de tijd dat ik in Wageningen studeerde, begin jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, met die punkmuziek en de Stranglers en de Sekspistolen, je kent het wel. En in die tijd aten we gezamenlijk. We hadden een afdeling, en dat was een psychiatrische afdeling, maar we waren denk ik ook allemaal zo gek als een deur. We hadden een afdeling van 18 mensen. Mensen. En die kwamen overal vandaan. Hè. Brabant, Groningen, Drenthe, Noord-Holland, Zeeuws-Vlaanderen. En voor het eten werd altijd gebeden. En ik bad mee. Als er mensen waren die wilden bidden, deed ik mee. Heel veel gebeden. En het is ook goed om voor je eten stil te staan. Voordat je gaat eten. Dus, maar ook voor je eten. Stilstaat. En denk van, ach, wat geweldig. En sommigen die konden slecht koken, jongen. Oh, dan had je gebeden. En dan kreeg je dus echt glazige aardappelen. Bloemkool al dente. Dat kost alleen maar CO2 natuurlijk, dus kort koken die bloemkool. En dan warm water met maïzena. Lekker hoor. En dat eten moet je niet verprutsen met dingen als nootmuskaat of zout en peper of zo. Boter, ben jij gek. Glazige aardappelen, bloemkool al dente en warm water met maïzena. In ieder geval veganistische. Ah, daar maak je dan grapjes over. En daarna dan pak je gewoon een boterham uit de kast en dan bak je een ei. Iets met kaas erbij. Je gaat toch wel met een volle buik naar bed. En toen waren we op mijn kamer. En men wilde een glaasje schuiven. Woochie board heet dat. Kan je ook op het internet, kan je hem zo kopen. Niet doen, trouwens. Pas op. Wat ik je nu ga vertellen, ga je van schrikken. En ik had een heel leuk laag salontafeltje. Dat was een ding voor niks hoor, wat in de tweedehands winkel gekocht ofzo. Ik had een hele gezellige kamer met rotan op de vloer. En geinen, man. Allemaal planten. Bloemstuk van droog bloemen. Dat was 1,5 meter hoog. Ja, en ik had een mooie kamer. En ik had ook geen gordijnen nodig, want ik had van die plantenpotjes op mijn vensterbank gezet en dat groeide echt tegen de klippen aan. Dus. Want er was een galerij daarvoor, daar kon je langs lopen en ik wilde natuurlijk niet dat mensen naar binnen keken. Maar ik had gewoon van die touwtjes gespannen, een of andere druivenvariant ofzo. Ja, ze wilden dan bij mij dan woochie board gaan doen. Glaasje schuiver. Dan heb ik gelijk gezegd, dat doe ik niet. Want dat mag niet van de Bijbel. Ik ken het verhaal hoe het afgelopen is met koning Salomo. En ik hoef de toekomst niet te zien. Ik merk vanzelf wel wat er gaat gebeuren. Ik wil geen godskennis. Ik wil mij beroepen op mijn vrije wil. Ik wil gewoon zelf kunnen kiezen. En mij niet bang laten maken door whatever. Nou, we hadden geen woochie board, maar ik had wel een Scrabble spel. En daar zitten de getallen van 0 tot en met 9 niet in. En ook ja en nee heb je niet. Maar voor de rest heb je wel A tot en met Z. Dus dat was snel klaar, hè? Toen hebben we briefjes gemaakt van 0 tot en met 9. Een ja en een nee erin. En ik ging lekker in mijn stoel zitten en zei, ga je gang. Mikasa, se tukasa. Ik doe niet mee, maar ik wil wel kijken hoor. En dan doe ik wel de score bijhouden. Dus ik was de scheidsrechter, zullen we zeggen. Ik had gewoon een blokje, of misschien had ik niet eens een blokje. En een pennetje.
Het was niet zo moeilijk hoor, om te zien wat er gebeurde. Dus men ging zitten en allemaal lekker in kleermaken zit en dan... Is hier een geest aanwezig? Nou, er gebeurde gewoon helemaal geen drol. Dat glas ging een beetje... Oh ja, even om het uit te leggen. Je hebt dus die dingetjes in de rondte liggen. In een soort ovaal of een cirkel. Maar ik doe het niet vanuit. Glas in het midden. En allemaal een vinger op het glas. En voor de rest niks doen. Je moet vooral niks doen. En je ogen dicht. Maar toen was dus de vraag, is hier een geest aanwezig? En toen kwam er uiteindelijk... 3 keer een 6. 666. En die mensen die vertelden, denk ik van, nou, dit is 666, dat heb je gekregen. En die mensen zo van, ja, wat moeten we daarmee? Hè? Nou, opnieuw alle ogen dicht. En weer schuiven. Nou, er gebeurde weer niks. En dan was dus de vraag aan de geest. Waarom spreekt u niet tegen ons? En toen werd dat glas weer heel erg strak. En er kwamen er weer 3 uit. 777. Nou, toen vond het gezelschap het genoeg geweest. Van wat is dit nou? Het enige wat we krijgen zijn 2 sequenties van 3 getallen. Toen heb ik die mensen uitgelegd dat op het moment dat ze vroegen, waarom praat u niet tegen mij, is hier iemand aanwezig die dat verhindert? Dat was de letterlijke vraag. Dan was er 777. En dat was ik. Want ik vind het niet goed. Je kan het wel doen. Milde vormen van dat soort dingen zijn of is de I Ching. Een milde vorm van dat ding is de I Ching. Of de horoscoop van dinsdag in de metro. Hoe heet dat andere blad? Hè? Zo'n gratis krantje. Lees je die maar. Daar zijn altijd leuke dingen in. Maar als je met een mannetje of 5, 6 gaat lopen schuiven... Jongen, daar komen dingen omhoog. Die is gevaarlijk. En de mensen in kwestie begrepen, die begrepen dus niet wat er aan de hand was. En ze werden bang. Het was ook gelijk afgelopen. Alle dingetjes weg. Oh. En 666. Is het getal van het beest, het getal van de mens. De mens in zijn beestelijke vorm. 666. De mens als materialist. Ook wel de duivel, 666, de devil. Dus die geest, die was er. En hij zei gewoon, ik ben de duivel. En waarom spreek je niet tegen ons? Dat hij zei, nou, er is hier iemand. En die is niet van mij. En daardoor kan ik niet spreken. Dat was 777. Niet dat ik God zelf ben of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Het ging erom dat ik het niet goed vond dat ze dat gingen doen. Ze mochten het doen. Dat is de vrije wil. Maar als je het gaat doen, ja, ik zit er wel bij, hè? En ik kijk ernaar. En ik ben aanwezig. En ik vind het niet goed. Ik vind het gewoon dom. En dat vind ik ook van theosofie. Je moet helemaal geen kennis hebben van de natuur van God. Dat moet je echt niet doen. Het enige wat je kan doen, is dat je kan aanhaken met zijn achterknechtje, meneer Satan. Ga maar kijken hoe Christus Jezus omging met Satan.
Want Satan heeft Christus Jezus benaderd. Je kan ook zeggen, Christus Jezus heeft zich blootgesteld aan de benadering van Satan. Van kom maar op. En altijd gewonnen. Dus die geestelijkheid, de divinity, de goddelijkheid, dat is iets wat moet blijken uit jouw gedrag. Want jij bent een kind van God. Dus jij weet eigenlijk precies wat God zou doen. Want je bent toch zijn kind. Dus jij moet scheppen. En niet de hele tijd een horoscoop lezen. En hè, nogmaals, een horoscoop lezen, dat valt me wel mee. Maar Ouija board, pas ermee op. Je krijgt dingen voor je, jongen. Om het je uit te leggen, ieder mens is een kind van God. En God is niet aanwezig. God is overal, zeggen ze wel eens. Overal en nergens. Hij staat buiten de creatie. Al die mensen, met name mensen, want Ouija board schuiven, theosofie bedrijven, kan je niet doen met krokodillen of labradors. Ja, maar deze labrador kan heel goed eenden vangen. Ja, maar daar kan je niet de Bijbel mee gaan lezen of iets anders. Hè? Maar als je dat bij mensen gaat doen, die mensen die gaan vibreren. Dus als al die mensen tezamen een vinger leggen op dat glas, zo'n omgekeerd glas, het leukste is om een wijnglas te nemen, dan ben je nog meer overtuigd. Je kan ook een limonadeglas nemen. Zo'n Italiaans wijnglaasje, kan je ook doen. Dan ga je samen vibreren. Er komt een trilling onder je. En dan schiet het alle kanten uit. En dan ligt het er maar aan wie het grootste verdriet heeft. Of de grootste woede. Je moet alleen maar je vinger op het glas leggen en niks doen. Maar toch ben je in die groep. En dat vibreert samen. Eerste les van verkooptechniek is: ga met je lichaam langs bij die klant. Stel, je houdt ontzettend veel van een meisje. Zo is het mij geleerd bij verkooptraining. Die heb ik heel veel gehad. Stel, je kent een meisje. Die stuurt er ook niet een sms'je van... een brief over de post. Dat doe je toch niet? Je koopt een bos bloemen. Of je zorgt ervoor dat je pinpas gevuld is. En je belt aan. Je bent daar met je lichaam. Want jouw lichaam vibreert. En die vibratie van je lichaam wordt elke dag in stand gehouden. Doordat wat... alles in stand houdt. Maar jij mag morgenochtend weer ademhalen en van die heerlijke CO2-scheetjes laten. Maar die boom die er rechtsachter staat, kijk maar even naar buiten, er staat vast van een boom. En die gaat ook weer door. En dat is het veld, dat is God, of Allah, zo zeggen de Arabieren. Dat houdt ons in leven. En ga daar niet aan lopen pulken. Goed in de gaten houden. Geen kennis van het goddelijke. Laat de doden zijn. En jij leeft nog. Ter allerlaatste afsluiting. Ik heb het Tibetaanse boek der doden gelezen. Erg mooi. Ik heb nog nooit zulk mooi Nederlands gelezen als in het Tibetaans dodenboek. Om in het kort samen te vatten, er werd geen gebruik gemaakt van hoofdletters en zinnen werden gescheiden met een punt.
Dus je hebt gewoon woord, 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 punt, spatie, woord, 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 punt, spatie, woord, 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 punt, spatie. Allemaal in kleine letters. Waar het Tibetaans dodenboek over gaat, is dat als er mensen afscheid nemen van dit leven, en het waren eikelino's, of ze een man waren of vrouw, dat doet er helemaal niet toe. Maar hè, mensen die goedendag zeggen en ze hebben nog 13.000 euro te betalen. Alleen ze zijn dood, dus ja, je krijgt niks meer terug. En dat kan 13.000 euro zijn, formeel gesproken, dat ze echt een schuld hebben van 13.000 euro. Of, zoals ik weet, ik ken een vrouw en zij heeft gedwongen seks gehad met haar vader. Ze weet van haar oudste broer, die inmiddels dood is. Die is overleden aan kanker. Van haar oudste broer weet ze dat ook haar jongere zusje gedwongen seks heeft gehad met haar vader. En laatst belde zij om 8:30 morgens op een zondag bij mij aan. En ik was daar met een vrouw, een andere vrouw. En zij kwam boven en vertelde mij dat haar vader overleden was. Haar vader was een e-hole, in de vervelende zin van het woord. En als dat soort mensen de pijp uitgaan, is het aan de overlevende om die boze geest weg te jagen. Die moeten eigenlijk carnaval gaan vieren. Frikantellen, barbecue. En dan maar niet veganistisch voor vandaag. En we gaan gewoon 3 weken doorfeesten. Mooi, hè? Want als jij je leven niet geleid hebt naar je eigen normen en waarden, en je gaat toch dood, dat is geen goed nieuws. Of zoals de katholieken zeggen, en ik ben helemaal geen katholiek, maar de katholieken die zeggen, als je sterft, dan kom je bij Petrus, Sint Petrus. En dan moet je afrekenen. En als dat fout gaat, dan is het mooi fout gegaan. En jouw arme nabestaanden. Oftewel, het leven is boete doen en meer niet. Je hebt je maar te gedragen. Je hebt maar dankbaar te zijn. Iedere ochtend dat je nog denkt van, oh, als ik nou niet naar het toilet ga, dan poep ik in mijn broek. Ja, wees er blij mee. Dan maak je nog wat mee, namelijk. William Shakespeare heeft gezegd, life is but a stage. Yep. Maar het maakt wel uit wat je op het podium doet, hè, klootzak. En William Shakespeare, ik kan best William Shakespeare uitschelden, want er was toch helemaal niemand. Het was een team mensen, meer niet. En het maakt echt uit wat je met je leven doet. En verdiep je niet in die rare dingen als theosofie of de gezeik van Johan Oldekamp. Tenzij Johan Oldekamp het lef heeft. En net als Willem-Alexander heeft hij dat lef niet. Om met mij een zending te doen. Een uitzending. Dat is bullcrap. In de Bijbel staat de waarheid. In de Bijbel kan je alles vinden. Ik ben met Jurk Liesman, hebben we nou Matthäus 6 en Matthäus 7 gedaan. Het heeft ons 4 uur gekost. Dat wil zeggen, nou, het heeft ons 8 uur gekost. In voorbereiding, afwerking, uploaden.
Dat zijn maar twee hoofdstukken van het eerste evangelie. Het allerbelangrijkste ding is, we hebben die Babyloniërs. Van Bob Marley heeft al wel Babylon, Babylon. Gaan we Bob Marley luisteren? Chase them crazy bald heads out of town. Of de hele mooie van Babylon, feel this one. Oh yeah. Babylon, feel this one. That's what I say, yeah. Die jokers, die verpesten alles. En ze hebben ons christelijke geloof, hebben ze te grazen genomen, vermengd met smerige toestanden. En ik verdenk Johan Oldenkamp ervan dat hij oftewel helemaal niet weet waar ze Anus woont. Of dat hij in dienst is. Voor mij wordt allebei even duidelijk, hoor. Los van zijn verhaal over muziektheorie, want dat klopt. Dat heeft hij heel erg mooi opgeschreven. Dus daarom was het ook weer een uitzending in het kader van het gelijk van Johan Oldenkamp. En dank jullie wel, ik moet bier gaan kopen. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers, en ik hoop dat ik niet te profaan bezig geweest ben in de ogen en oren van mijn vriend Jurk Liesman. Maar zaak hier af hamburgers. Tjus. En dag lieverds.